Ik besef nu dat ik een pelgrim ben. En dat ik een vreemdeling ben hier. En dat ik niet hier hoor. En dat mijn vader is in de hemel. En dat Jezus is onze gerechtigheid, mijn gerechtigheid. En dat door Gods genade, zijn genade is me elke dag genoeg. En daardoor kan ik met frisse moed verder gaan door zijn leiding en zijn wijsheid. Mijn doel is om en mijn hoop is om God te dienen naar geest en waarheid in Jezus naam. Ten volle. Ik kom van Mungo, een district in Suriname. Een gezin van 10 kinderen. 7 jongens, 3 meisjes waarvan we nu nog met z'n 7 zijn. Als kind hebben we kennis gemaakt met de Sabbat, maar we waren heel klein. We waren op Mungo, dus ze konden niet altijd komen. Het was anders. Volgens mij 1 of 2 keer in de maand, maar of zo. En later kwam de Pinkster op Mungo, dus toen volgde mijn moeder dat. Want ze zocht eigenlijk hulp voor een zuster van me die ziek werd uit niets, epilepsie en zo. Dus gewoon naar de kerk te gaan. Het is toen verwaterd en op een gegeven moment kwam alleen met mijn moeder, want er kwam een scheiding. In 2006 overleed mijn vader en toen gingen we naar Suriname voor de begrafenis. En daar hebben we broeder Porras leren kennen, want hij leidde de dienst. En bleek dat mijn vader zijn leven weer aan Jezus had gegeven en bij broeder Porras in de kerk zat. Dus zo hebben we kennis gemaakt met broeder Porras en de gemeente. Hij heeft ons uitgenodigd voor een dienst, dat vond ik heel fijn. Ik zat in de wereld, ik zong in de wereld. En in het begin, je weet, God praat tot je, want ik kende God en als kind ook. En ik wist nog dat ik weet niet, ik was 8 of 9 jaar toen ik een zwaar motor reed me aan. En iedereen die het zag, die zei van, oh, die is dood. Maar prijs God, ik leef. En het is een lange weg geweest. Ik begreep God, maar ik wist niet hoe ik moest uitvoeren. Maar ik heb gemerkt dat alles gebeurt op Gods tijd, want hij kent me toen, me nu en mijn toekomst. Op een gegeven moment kwam broeder Lambert, maar ik denk dat God ook daarmee een bedoeling heeft gehad. Omdat ik niet zo snel opneem en dat soort dingen. Ik heb heel veel tijd nodig. En iemand die... Dus het was een gewillig vat van God. Broeder Lambert, die God wist precies wat hij op mijn pad moest sturen. Ik kom uit ongeveer 15 jaar Pinkstergemeente. Af en aan. Want ik ben door diepe dalen gegaan. Maar herboren voel, ik wil niet naar de pers, maar ik ben door schande en schade wijs geworden. Na een aantal jaren ziek geweest te zijn, ik denk na 8 jaar of zo, ik werd maar niet beter, heel veel pijn, dit dat. Medicijnen van de dokter en later, het werd steeds erger. Toen, ik bleef God zoeken. Want ik wist nog dat ik een keer leek alsof ik dood zou gaan. Maar ik heb God gebeden van, nee, ik wil nog niet dood. Ja, help me. Ja. Dus dat heeft hij ook gedaan. Op een gegeven moment ging ik niet meer naar de kerk. En ik moest optreden en mijn zoon ging naar een tante. En die ging naar de Maranatha, die had me meegenomen. Dus hij kwam een keer thuis en zei, mama, ik wil weer naar de kerk, maar ik wil dat jij meekomt. Oké, is goed, want ik was blij van, oh, mijn zoon vraagt me om naar de kerk te gaan. Dus en zo kwamen we toch weer in een Pinkstergemeente terecht. Ik denk nu, ik ben in een Pinkstergemeente terechtgekomen omdat God zei van, ik zoek u, maar ik wil u vinden ter volle. Broeder Rambert gaf me les en zo en hij was iemand die gaat je nooit de vinger wijzen of iets dergelijks. Nee, prijs God daarvoor. Hij geeft je juist wat je nodig heeft, wat God hem zegt om te doen. Even dat geeft hij. En omdat ik veel moest liggen, zo kon ik veel studeren en God zoeken. En mijn gebed was steeds van, vader, ik wil u dienen en help me.
En als u ziet dat ik bij u weg ga, trek man. Ik wil niet bij u weg, maar ik weet niet hoe ik het moet doen. Op een gegeven moment, ik had een relatie. En ik moet eerlijk zeggen, ik was gewoon gehoorzaam. Want in 2005, 2006 liet God me duidelijk zien en nu moet je even voor mij gaan. Dus, maar ik zong nog gospel. En het was een meneer die me geluid deed, dus het was een tijdje. Maar hij vroeg me om een verhouding. Dus hij, ik ga ervoor bidden. Maar God liet me zien niet doen, het wordt zwaar. Maar ja, ik was vroeger een people pleaser, maar prijs God heeft het uit me weggetimmerd. Ja. Dus toen vroeg hij het weer, toen zei ik, oké, ik ga het toch proberen. Met alle gevolgen van die. Het heeft 10 jaar geduurd dat ik eruit kwam. In 2013, 2014, 2015 was ik bezig mezelf met God samen. Mijn vader haalde me hieruit. Maar omdat ik een type ben die als ik ergens kom en ik zie dat er iets niet klopt, dan wil ik altijd helpen en zo. Dus daar heb ik veel mensen ontmoet. Jullie kennen misschien ook nog Sasha, daar heb ik haar ontmoet. Dus begon ik mensen te vertellen over Jezus en dat bepaalde dingen die er gebeurden niet goed waren. Maar in 2015 liet God me zien en is het genoeg nu naar huis. En ik zei het nog tegen vader, maar ik wil niet zo, ik wil opgeschoond zijn, helpt u me, wat moet ik doen? En ik was dagen, weken op zolder bezig met God, met de Bijbel, om eruit te komen. Want ik zei hem, als ik thuis ben, wil ik niet depressief zijn. Ik wil verder kunnen gaan. En daar heeft hij me ook mee geholpen. En in september 2015 kon ik een U-turn maken en voor God kiezen. En toen ik ook vroeg van, maar hoe moet ik weer verder? Hij zei, ja, begin weer bij Psalm 1. Ja, dus door gehoorzaamheid heb ik eruit kunnen gaan. En toen ben ik een paar keer hier geweest. Maar ja, wat ik zag was, hier moet je echt je best doen. Je kan niet gewoon zitten en hier is God echt. Dus zo ervoer ik het. En wauw, die dingen die ik nu leer, die... Dat is wat ik zocht. En een tijdje ging het weer niet zo goed. Dan was ik een hele tijdje thuis. Maar ik zei vader, nou, dan begin ik me maar. Ik kan nu even niet naar de kerk. Maar dan begin ik te trainen. Voor, ja. Als ik misschien in een tijd kom te leven waar ik niet meer naar de kerk ga, dan ga ik het dan zelf met u moeten doen. Dus, en zo ging weer een reeks van studies. Totdat God op een dag zei, met de tekst van Matteüs 11, vers 28 tot en met 30. Kom, alle die vermoeid en belast zijn, ga je rust geven, kom, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van haar. Mijn last is leeg en mijn juk is zacht. En heel veel Bijbelteksten en op Psalm 23, noem maar op. Een van de dingen die ik vaak, als ik even niet weet wat te doen, dan is het Jesaja 41, vers 10. Dat krijgt kracht van God om verder te gaan. En zijn leiding en zijn wijsheid, dat vind ik onbeschrijfelijk. Ja. Ik heb veel geschreven, maar toch... Met de lessen die we vandaag gehad hebben, zo had ik ook geschreven van dat Paulus zegt van, hij schrijft aan de gemeente Efeze dat er een eenheid onder de gelovigen behoort te zijn. En dat de basis van deze eenheid is één Here, één geloof, één doel, één God en Vader van allen. Efeze 4 vers 5 en 6. Dus dat heb ik vastgehouden. En ook de gedeeltes uit Handelingen. En toen ik las van ook met de geloofprincipes van ik maak een verbond met God van een goed geweten. Mm-hmm. En toen wist ik van kom op vriend. Echt je best doen zodat God echt de rest kan doen. En toen, zo gingen die weken vanaf ik heb gezegd dat ik zou dopen in het begin. Maar er kwam steeds meer strijd en strijd en strijd. Maar ik had dat geleerd.
misdrijf, hoe groter de overwinning zal zijn in Jezus' naam. En nu sta ik vandaag hier en ik ben heel blij en ik voel me echt herboren. Ik wist dat ik daarvoor nog mijn gezicht spreek. Dus ben ik blij, zie het. En ben ik in een andere moed, dan merk je dat ook. Dus dat zei mijn moeder altijd tegen me van, ja, niet, want ik zie Taya zeggen. Dus ja. En dat als je leest wat de doop is, wat ook broeder Lambert ook daarnet zei. Dat je je oude leven begraaft en staat op net als Jezus herboren. En ik wil jullie allemaal zeggen dat ik heel veel van jullie hou. En dat ik blij ben met de gemeente. En alle andere gemeenten en ook met mijn familie. En dat we van elkaar moeten blijven houden. En God zoeken ter volle. Dan zal hij er ook ter volle zijn. Ja. En laten we gehoorzaam zijn. Want als we ongehoorzaam zijn, dan maken we ons weg nog langer. Ja. En dat was het. En ik dank God in Jezus' naam. Amen.